In 2006 vertrekt procureur Dirk M., hoofd van de financiële sectie van het Brusselse parket, met stille trom richting de Verenigde Naties in Wenen. Vreemd, want op dat moment loopt er ook een ernstig tuchtdossier tegen de man. Hij zou zich meerdere keren op kosten van een rijke zakenman naar luxe bordelen in Amsterdam en Parijs hebben laten voeren. Zo staat het ook zwart op wit in een pv dat onze redactie kon inkijken. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de chauffeurs van de heer B. in de periode 96-97 samen met de heer M. naar Amsterdam en Parijs zijn gereden en dat er betalingen zijn gebeurd in de selecte club Japjoem met kredietkaarten van de NV Ondus en NV Vinci. Japjoem is een exclusieve club in Amsterdam waar je voor veel geld met mooie vrouwen in bed kan duiken. In een verhoor bevestigt de zakenman het verhaal. Een van beiden is me op een dag komen vinden met de vraag of ze met M niet naar een club in het buitenland mochten rijden. Want met zijn status ging het niet om dit in België te doen. Ik had hier geen bezwaar tegen. Zakenman Koen B. is in 2002 zelf met de feiten naar de politie gestapt omdat hij afgeperst werd met het verhaal. Toen bleek dat er ook een magistraat in opspraak kwam, kreeg het verhaal een staartje op het parket en het parket-generaal van Brussel. Dat startte een tuchtonderzoek, maar uiteindelijk kwam er geen sanctie, wel een promotie naar Wenen.